Ik zit hier met Wim Voogd. Wim Voogd is landschapsarchitect bij Okra Landschapsarchitecten. En jij hebt samen met de Zwarte Hond het plan voor het stationsgebied hier in Hilversum opgesteld. Daarnaast ben je ook supervisor van het stationsgebied hier. En je hebt te maken met de gebiedsontwikkeling van 1221. Dat is een hele mond vol en een enorme betrokkenheid bij een stad als Hilversum. En ik zou willen beginnen met jouw vraag te stellen over die gebiedsontwikkeling van 1221. Want die heb je samen met bewoners gedaan. Zou je mij kunnen vertellen hoe je dat hebt gedaan en wat daar de plannen voor zijn? Ja, dat is. Dankjewel voor dit gesprek. Leuk. Het is inderdaad een hele eer om in de stad waar ik zelf al 20 jaar woon, zo actief mee te mogen denken over de toekomst van de stad. Groot verschil tussen het stationsgebied en 1221 is natuurlijk dat in het stationsgebied is de gemeente zelf aan zet om de plannen te maken. Daar hebben ze zelf ook de grond in eigendom, zijn ze zelf eigenlijk de ontwikkelaar. Ja. En in 1221 is de gemeente dat niet, maar zijn de marktpartijen dat. En dat vraagt dus van de gemeente iets meer loslaten, maar ook eigenlijk een soort driegesprek tussen de marktpartij, de bewoner en de overheid, die samen tot kwaliteit moeten komen. En mijn rol daarin is dat ik bij die gesprekken zit, dat ik dat faciliteer of dat ik daarin meedoe, maar dat ik ook elke keer heel erg op zoek ga naar de gezamenlijke belangen en ook de kansen die er zijn voor een stukje ontwikkeling. Dus het is natuurlijk niet zo dat we alle drie de partijen het op alle punten altijd eens zijn. Dat gaat ook niet lukken. Maar door juist wel te benoemen welke kansen er zijn voor de toekomst van Hilversum, krijg je toch ook een heel enthousiast gesprek. En een tweede wat ik belangrijk vind in dat gesprek met de buurt, is dat we niet blind varen op 5 of 10 mensen die zich dan uitgeven als de spokesman van de buurt. Maar dat we echt proberen actief, uiteindelijk zijn het toch 80.000, 90.000 inwoners, dat we actief de gemeenschap proberen te betrekken bij wat er gaande is in Hilversum. En hoe doe je dat? Organiseer je matchmakingsbijeenkomsten of iets dergelijks, zodat je echt iedereen erbij krijgt? Of? Ja, ik doe deze functie nu 1,5 jaar, iets langer. Mm-hmm. Dat is precies de tijd dat het ook COVID was, dus in die zin hadden we niet een hele makkelijke tijd. Maar de verwachting is dat we wel meer zichtbaar zullen zijn. Sowieso hebben we de afgelopen 1,5 jaar heel veel videobijeenkomsten gehad met kleinere groepjes. En ook richting de raad heb ik wel de handschoen opgepakt om gewoon een stuk transparantie te geven van wat zijn we nu aan het maken of waar gaat het eigenlijk over. Want ik merk ook dat er heel erg een incompleet beeld is van waar het eigenlijk over gaat. Het hele debat wordt bij wijze van spreken geclaimd door 2 topics. Het is te groot en te veel. En er zou er te veel verkeer op afkomen. Mm. Maar dat is natuurlijk niet hoe een verhaal over de toekomst van Hilversum. Dat zijn niet alle elementen uit het verhaal. Nee. Je had het net over kansen voor Hilversum. Ja. En welke kansen zie jij? Nou, mag ik hem gelijk specifiek maken voor 1221? Ja, graag. Want ik bedoel, stationsgebied is weer anders. Maar in 1221 is er natuurlijk een gigantische schaarste aan publieke domein. Op het moment dat we die ontwikkellocaties gaan ontwikkelen, en dat is bij elkaar 7, 8 hectare, en je bedenkt dat de helft van die ruimte terugkomt naar de stad, hè, dat zijn nu afgesloten gebieden in de stad. Als je bedenkt dat de helft van dat gebied terugkomt als publieke ruimte met groen, met spelen, met klimaatadaptieve oplossingen, met ruimte voor ontmoeten, hè, verblijven, dan is dat een oppervlak van misschien wel 6 keer het Oosterspoorplein, okay, wat je toevoegt in 1221. Ja, ik vind dat een kans. En een tweede kans, en die ligt lastiger, maar is, kijk, we kijken nu nog heel erg naar die 10, 12 plots. Van nou, wat gaat de ontwikkelaar op de plot doen? Wat het gesprek met de buurt leert, is dat de buurt niet eens zozeer problemen heeft met wat die ontwikkelaar op die plot doet. Maar dat het gesprek heel erg gaat over gebieden naast de plot, hè, de straat. Dus specifiek bij de Hunkemullen gaat het over de Liebergenweg, de Leisterweg. Maar in het stationsgebied gaat het ook over herinrichting Korte Noorderweg, herinrichting Larissenweg, herinrichting Kleine Drift. Ja, dat zijn kansen die nu nog niet op de gemeentelijke begroting een plekje hebben. Want ja, die straten zijn allemaal 30, 40 jaar geleden heringericht. Het riool is goed, er liggen mooie losse fietspaadjes. Maar op het moment, nou, dat geldt niet voor alle straten trouwens, maar je merkt bij de bewoners dat er een heel grote
wens is om ook hun eigen directe leefomgeving dan een kwaliteitsimpuls te geven. Ja, dat is wel een heel goed ding om verder te kijken dan de specifieke plotten waar wat ontwikkeld wordt. Maar juist de architectuur van de plek, hè, van de context daarbij te betrekken. Ja. En nou, dat zegt ook iets over ons vak. Hè. We zijn gewend als architecten, landschappers, stedenbouwers om heel erg gewoon vanuit de ruimtelijke opbouw of hoe het plaatje eruit ziet te denken. En in dat gesprek met de buurt blijkt het dan over heel andere dingen te gaan. Van wat kan ik er eigenlijk doen? Of wat heb ik daar dan aan? Wat zie ik vanuit mijn woonkamer? Dus je leert ook met heel veel verschillende brillen naar diezelfde locatie te kijken. En kijken jullie ook naar de geschiedenis van de plek? Probeer je die een plek te geven, een nieuwe plek te geven letterlijk? Ja. Of op een nieuwe manier her te ontwikkelen? Nee, als bureau, als OCRA zijnde, is juist die context, hè, de cultuurhistorische context, maar ook sociaal-maatschappelijke context. Dat zijn juist de dingen van waaruit we ook nieuwe dingen voor een plek kunnen ontwerpen. Dus dat is super relevant. Als ik één voorbeeld mag geven, we hebben ooit het Domplein mogen ontwerpen in Utrecht. Ik noem het even expres, omdat als je op het Domplein zegt, ja, houdt u wel rekening mee hoe het vroeger was, dan heb je eigenlijk een hele bizarre vraag te pakken. Want er zijn er 7 of 8 tijdsbeelden of tijdsstukken die allemaal relevant zijn. En dan is het bij wijze van spreken dat ik de waaier openleg en zeg, kiest u maar, welk tijdbeeld wilt u dat ik terugbreng? En ik noem hem omdat dat in Hilversum eigenlijk precies hetzelfde is. Want iedereen heeft het over Dudok en de Tuinstad, maar ze vergeten dan de schapen en gewoon de weverijen die hier waren. Mm. Maar ook het hele industrialisatiedeel, wat eigenlijk heel kort voor Dudok zat, dat lijkt wat ondergesneeuwd of daar kijken mensen van op, is dat nieuw dan? Terwijl we daar eigenlijk al, ook al zo lang als Hilversum bestaat, mee zitten. Hè? Er kwam een spoor, de Gooise moordenaar kwam erbij en er was ontzettend veel werkloosheid vanwege de weverijen die stopten. Ja. Het schijnt dat er in een bepaalde periode wel 50 diamantfabrieken hier hebben gezeten. En eigenlijk ook al die plekken in Oost waar ik me nu mee bezig mag houden, zijn van die plekken die in die tijd, dus voor de Tuinstad, als industrialisatie hier kwamen en nu eigenlijk vragen om een functieverandering. Ja, nou bij geschiedenis heb ik het ook niet over het terugbouwen van wat ooit in het verleden was, maar met de kwaliteiten uit het verleden die mee te nemen naar een nieuwe kwaliteit in het heden en voor de toekomst. Als ik een heel concreet voorbeeld mag geven, we hebben aan de Laarzenweg 2 fabrieken staan, hè, de grote sigarenfabriek en de Wiebertjesfabriek. Precies. En nou, het is natuurlijk fantastisch dat je oude monumenten kan herbestemmen, kan opknappen en restaureren. Dat is sowieso goed. Maar die opgave zit eigenlijk altijd 2 dingen in. Van aan de ene kant, hoe verhoud je je tot de Larissenweg? Overigens een straat die nu in niets laat zien dat dat een oude historische lijn is. Dus opnieuw de oproep, pak de Larissenweg aan, doe daar iets mee. Dat moet veel meer zijn. Ja. Maar eigenlijk vraag je ook aan de ontwikkelaars dan elke keer te reageren op dat weefsel van de stad, wat er al een paar 100 jaar ligt en wat andere interventies vraagt dan misschien een binnengebied waar je gewoon een nieuw hof of een nieuwe tuin of een eigen typologie mag ontwikkelen. Ja, ik hoor dat in 1221 ook heel veel, de bewoners ook heel veel zelf doen met hun tuinen, groene gevels. Klopt dat? Nou ja, dat zijn wel nu de succesverhalen van 1221, is inderdaad de regentonactie en de vergroenen. Dus het project Groene Lopen, waar dan ook wel wat geld voor staat om dat te doen, dat de pleintjes vergroend worden. En in die zin is het geruststellend dat je ziet dat het driegesprek tussen overheid, burger en ontwikkelaar. Mm-hmm. Ga maar door heel Nederland zoeken. Je vindt nergens op een plek waar je met binnenstedelijke verdichting bezig bent, vind je voorbeelden dat ze het altijd 100% met elkaar eens zijn. Tuurlijk. Die zijn er niet. Nee. En het aardige is dat dan op de thema's die wel verbinden, de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefomgeving, het aanpakken van hittestress, het toevoegen van speelruimte, het veranderen van verkeersstromen, daar vind je elkaar wel 100%. En dat is inderdaad waar we nu al de eerste successen hebben. Dus dat is leuk dat je dat ook is opgevallen. Ja. Ja. Zijn er plekken waar jouw vingers van gaan jeuken om ze aan te pakken? In het Hilversumse? Ja. Nou ja, er zijn er natuurlijk een heleboel. Dat wil niet zeggen dat je het zelf zou moeten doen, maar waarvan je denkt van nou, hier erger ik me zo vreselijk aan. Hier moet wat aan gebeuren. Nou, als ik een... Het is...
het is niet zozeer vanuit schoonheid, maar wel vanuit gebruik dat ik me afvraag hoe lang we daar nog mee doorgaan. Dat is de Sterrenbuurt. Ik heb daar zelf 15 jaar gewoond. Dus tegen de Heijen, op zich prachtig gebied. Ja. En dat je dan die groenperken, nou die hele groenstructuur die de dokter ooit bedacht heeft, die ligt daar. En die wordt eigenlijk als een soort museaal iets in stand gehouden. En wat ik mijzelf dan afvraag, dus het is een relatief simpele vraag die ik me hier zelf stel, is van op het moment nou dat er in de buurt veel jongetjes wonen die willen voetballen of de mensen willen iets met stadstuinbouw doen of iets. Zou het nou echt de bedoeling van Dudok geweest zijn dat we dat als een soort openbaar museum in stand houden en dat er niemand aankomt? Of is daar toch ruimte om daar ook de hedendaagse programmering nog over die ruimtelijke structuur heen te leggen? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, dat is ook weer behoud. Ja, ik weet niet wie daar het Gooi's Natuurreservaat daar ook de eigenaar van is. Nee, dit zit echt nog wel binnen de ring. Maar het gaat eigenlijk over wat er was en wat er nu gaande is. Als ik jou goed beluister, dan vind je dat ook die ideeën van Dudok best wel vervangen mogen worden door eigentijdse ideeën. En dat zou de stad is nooit af. Nee, dus dat klopt. Dudok ging ook mee met zijn tijd. Hè? Precies, ja. Dus ik denk dat hij het helemaal niet oneens daarmee zou zijn. Ja. En die kwam in latere leeftijd ook tot ontdekking dat dingen soms dat anders moesten. Het is aardig veranderd. Hè? Ja. Als je de latere. Precies. Ja. Als je zijn werk ziet, dan gaat hij mee met zijn tijd. Ja. En probeert hij zich ook aan te passen aan de nieuwe eisen van de tijd. En dat zouden we nu dus ook doen. Weliswaar, de gemeente spreekt dan van in de omgevingsvisie van een soort Dudok 2.0. Ja. Maar ik denk niet dat dat zou moeten betekenen dat dat letterlijk navolgen is van wat er toen is gebeurd. Nee. Wat denk jij? Nou, kijk, aan de ene kant had Dudok natuurlijk in een redelijk kort tijdsbestek had die tuinstad erin liggen en waren er ook echt binnen een periode van 20, 30 jaar dat je iets kon bereiken. Ja. De vraag is of we dat in zo'n soort korte tijd kunnen nu. En de vraag is ook, als je nu even 20 jaar terugkijkt, wat zijn we nu, hebben we de afgelopen 20 jaar gedaan en wat betekent dat voor de toekomst? Ik ben zelf niet iemand die op de banken gaat staan en zeggen van nu gaan we alles anders doen en nu gaan we het meemaken. Nee, we zijn al, als je weer terug naar Oost gaat, we zijn al 30 jaar bezig met stadsvernieuwing of stadsinbreiding heet het in Hilversum. Met oude terreinen die worden omgevormd naar nieuwe functies. Dus in die zin zie ik de stad veel meer als iets wat altijd in beweging is. Ja. En zou ook mijn wens voor Hilversum zijn dat we iets meer denken, stedenbouw is niet iets van één collegeperiode. Misschien is dat wel een beetje de claim. En precies. Op het moment dat we beseffen waar we al mee bezig zijn. Nou, het stationsgebied ben ik al 7 jaar mee betrokken. Dus dat is zo'n voorbeeld van iets wat een langere adem heeft. Maar dan kan je rustig gaan doorbouwen. En in die zin zijn natuurlijk, er zijn een heleboel gebieden waarvan ik denk van kan dat niet beter. Maar het zit misschien ook met name in het oude centrum, waar natuurlijk toch een hoop, wel een extreme gelaagdheid is, hè, van elke keer tijdsbeelden op elkaar. Kijk, voor mij is de grootste kans, en mensen die me kennen, die weten wat ik nu ga zeggen, voor mij is de grootste kans voor Hilversum dat we gewoon die hele auto eruit bonjouren en echt radicaal anders gaan kijken tegen verkeer. Dus jouw boodschap zou zijn Hilversum autovrij? Nou ja, ik ben zelf ook betrokken bij Krailo. Krailo ligt aan de A1. Het Mediapark ligt aan het gebed zonder end. Krailo ook. Hoe moeilijk is het om te zeggen, als we nou op Krailo de hub maken, dan kan die hele handel die naar het Mediapark gaat, kan, weet ik, hoe mag je zelf verzinnen, kan via dat gebed zonder end gewoon naar het Mediapark. En dat scheelt een slok op een borrel qua hoeveelheid werkverkeer. Ja. Wat we in elk geval voor COVID nog dwars door het dorp heen hadden, vanaf de A1 naar het Mediapark. Ik merk dat voor dit soort ideeën is geen ruimte op het moment dat je allemaal vanuit je eigen greks en je eigen politieke standpunt denkt. En dan gaan we opnieuw hebben over een weg over de hei of een tunnel of iets. Maar ik geloof ook oprecht, die auto is er op een gegeven moment bijgekomen in de geschiedenis, heel kort geleden. Ik verwacht dat die ook in de hele korte toekomst gewoon volledig weer van het toneel verdwijnt. Precies, en hij is al ook elektrisch, hij gaat binnenkort zelf rijden. We hebben al de deelauto. Op een gegeven moment is dat hele statussymbool, kijk mij eens met mijn auto, is passé.
En dan hebben we nog wel auto's, maar die auto's staan niet meer stil, die rijden. En moet je nu nog eens een keer lopen door de Geuzenweg of door de Hogelaarsweg en denk je eens in, er mag best een auto rijden, elektrische deelauto, weet ik wat. Maar de geparkeerde auto is daar niet meer. Ja, dan heb ik een ontwerpruimte. Hè. Mm-hmm. Iemand had het net ook over het gesprek van creëer overruimte in je stad. Ja, dan valt 40% van mijn publieke ruimte valt vrij om iets nieuws mee te gaan doen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat is briljant, als dat lukt. Ja, nou, en dat is misschien niet morgen, maar ga er eens vanuit dat dat over 20 jaar de werkelijkheid is. Dan is het best slim om er nu alvast over na te denken. Ja, nee, dat is waar. Dat zijn dingen die je nu in de gang moet zetten om ze over 20 jaar gerealiseerd te krijgen. En dan zegt men nu van, ja, maar dit is niet wat wij willen, want wij willen 2 auto's voor de deur. Ja, dan heb je dus nu even een probleem, maar dat lost zich in de toekomst wel op. Je ziet nu sinds een paar weken heb je de deelscooter in heel veel. Ja, die groene dingen. Ja, hè, iemand zei tegen mij van waar is nou de deelauto? Ik zou wel willen, maar de reclame voor de gezamenlijke deelauto of dat uitrollen, dat mag best wat actiever of wat zichtbaarder. Hè. Je hebt de greenwheels, dus je hebt ze misschien wel, maar ze zijn nog tamelijk onzichtbaar. Ja, hetzelfde als met allerlei apparaten die je kunt leasen in plaats van kopen. Ja. Op de korte termijn zit daar denk ik een kans. Ja. En wat we dan bij Crailo doen, dat we zeggen van ja, iedereen zal 1 auto hebben, maar die 2e auto die doen we niet meer. De 2e auto is de deelauto en dat kunnen we ook via publiek-private reglementen juridisch vastleggen. Ja. Ja, ik denk dat je in Hilversum, oké, laten we beginnen met even die parkeerregulering afmaken, maar daarna kan je daar gewoon een redelijk korte termijn beleidsdoel voor maken, dat we gaan sturen op die deelauto en in elk geval die 2e auto gaan aanpakken in het Hilversumse. Nou, dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt. Ja. Dus nu reageren voor de toekomst. Ja. Heb jij nog een boodschap om mee te geven? Een boodschap voor Hilversum, voor de gemeente? Iets waarvan jij zegt van, dit is wat we moeten doen. Je hebt al een paar dingen genoemd. In veel van de discussies binnenstedelijk in Hilversum wordt wel heel erg gekeken naar het eigen plotje. En dan daar op basis daarvan gezegd van, we kunnen niks, we mogen niks en we moeten vooral terug naar de tuinstad, want anders gaat het niet goed. Het is een beetje een uitgeholde term, misschien we zitten op goud. Hè? Maar als je kijkt in wat voor een plek wij hier zitten, hè? Gewoon midden op tegen die heuvelrug en tussen heuvelrug vergeplassen in. Eigenlijk gewoon volledig in de Randstad. Hè? Je bent binnen een kwartier ben je in allemaal grote steden om je heen. Dus fantastische woon- en leefklimaat, fantastische bereikbaarheid. Ik zou denken, koester die kwaliteiten, maar ben je ook bewust dat ook een volgende tijd oplevert? Hè? Als die schaapswevers, of hoe heet dat, die spinnerijen destijds gezegd hadden toen ze ermee stopten van ja, wij zijn hier altijd schapendorp geweest, dat moet zo blijven en die industrie niet welkom hadden geheten, dan was er nooit sprake geweest van de enorme economische hoogconjunctuur, waardoor Dudok zijn plannen kon uitrollen. Ja, ik bedoel, ik ben altijd op zoek naar de wat grotere verbanden. En mijn boodschap aan de Hilversummer is dus, ik heb er al meer over gezegd in dit gesprek, is probeer iets meer de lange lijnen te zien en probeer ook te begrijpen hoe een bepaald tijdsbeeld is. En het kan zijn dat de tijd niet de kant op gaat die jij wilt. Hè. Ik ben zelf vervent autorijder. Dus wat ik zeg over autodelen en zo, dat raakt ook mijzelf. Mm-hmm. Maar kijk dan ook naar de kansen die er zijn op het moment dat er misschien wel een keer een zure appel ligt. Nou, dat lijkt me een heel mooie boodschap. Dankjewel Wim voor dit gesprek. Graag gedaan, Patricia.